Hey, ik ben Saskia de Koster. Dit is Net Echt. Dat heb ik geschreven. Dat ga ik nu bij Luisterpunt voorlezen. Tijdens de lunchpauze dwaalde hij de laatste tijd door de stad. Hij legde het uit aan zijn collega's als allergisch voor kantoorlucht. Allergie was de taal die ze allemaal spraken. Allergie aan venkel, allergie aan synthetische stoffen, allergie aan moeilijke woorden en spelling. Hij kreeg van een collega-architect die in een jury zat een telefoontje, vertrouwelijk, dat zijn project was afgewezen. Een ontwerp voor de soldaten van de Eerste Wereldoorlog, dat eerder door de collega-architect was uitgeroepen tot geniale herdenkingskunst, en dat er nu toch wat bedenkingen waren. Dit wist hij niet van hem, maar ze hadden bezwaren, want achter het selecte groepje soldatennamen stonden nog vele onzichtbare soldaten met echte kanonnenvlees. Hij bedankte de collega en liep door de Volksstraat op het zuid, langs het gesloten Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, boordevol meesterwerken, niet te bezichtigen, gesloten wegens verbouwing. Buiten het museum stonden grote houten boksen om kunstwerken te verschepen. Zoals ieder kind vond hij het vroeger heerlijk om in een kartonnen doos te kruipen. Zijn vader plakte de doos dicht en droeg hem naar de kelder, zette hem op het rek tussen andere voorraaddozen. Humor.